Je zou het misschien niet zeggen bij voordeelhelmen.nl, maar we hebben ook een zeer uitgebreide collectie aan motorkleding. En heel toevallig zit ik hier eigenlijk voor een rek met 5 verschillende motorjassen, waarvan ze 1 ding gemeen hebben. Ze zijn allemaal rond een prijsklasse van 200 euro. En leuk is, het zijn 5 van mijn persoonlijke favorieten, maar ze vallen wel allemaal in een andere categorie. Dus ze zijn ook weer totaal verschillend. Nou, ben jij op zoek naar een nieuwe motorjas voor rond de 200 euro? Dan zou ik zeker even blijven kijken. Ik wil in deze video graag beginnen met de Revit Flare die hier hangt. En de Revit Flare valt eigenlijk perfect in de urban categorie. Nou, wat is nou een urban categorie? Persoonlijk vind ik het een motorjas die er goed uitziet, die er mooi uitziet, maar die ook de voordelen en de veiligheid biedt van een motorjas. En daar valt deze Revit Flare echt perfect in. Nou, waarom? Hij heeft natuurlijk dat coole uiterlijk met bijvoorbeeld die camo kleuren die je hier ziet. Hij is ook in donkergroen verkrijgbaar. Hij heeft die herkenbare capuchon aan de achterkant die ook met een drukknopje vastzit, waardoor je niet kan opwaaien. Mooie steekzakken voor veel opbergruimte. Maar hij is ook gewoon 100% waterdicht. Hij is gemaakt van een slijtvaste stof, waardoor hij ook veilig is. En er zit gewoon protectie in op de schouders en op de ellebogen. En als we hem even openritsen, dan zien we aan de binnenkant ook een uitneembare thermovoering, waardoor hij eigenlijk zowel in de zomer als in de winter goed te dragen is. En ook wel een mooie eigenschap, als we hier kijken naar de regenvoering. Die zit schuin op de voorste rits gemaakt, waardoor je nooit wind, water en kou door de jas heen krijgt. Slim bedacht. Prijs tot slot, normaal gesproken is die 229 euro, maar we hebben hem met een klein beetje korting, waardoor die precies 199 euro is. De tweede jas die ik heb uitgekozen is de Andes Drystar 2. En de Drystar 2 is dit jaar helemaal nieuw. En het is eigenlijk een tourjas. Het is een jas die gemaakt is om in alle gemakken te voorzien en ook voor lange afstanden geschikt te zijn. Waar blijkt het onder andere uit? Hij is uiteraard waterdicht. Er zit een waterdicht membraan in. En er zit ook een uitneembare thermovoering in, waardoor hij ook op koudere dagen geschikt is. Maar hij is ook op warme dagen geschikt. Nou, waar blijkt het uit? Hij heeft heel veel ventilatiemogelijkheden. Hier aan de zijkant zitten, aan beide kanten zitten ritsen, waarbij de lucht direct op het lichaam stroomt. En als we dan de jas even omdraaien, dan zien we aan de achterkant ook 2 grote ventilatieritsen, waardoor die lucht als het ware weer uit kan en je dus lekker doorwaait. Als we toch bij de achterkant zijn, dan pakken we meteen even deze grote zak mee aan de achterkant. Hier kan eventueel je thermovoering in. Dus als jij bijvoorbeeld een trip gaat maken naar, noem ik wat, Frankrijk, en je vertrekt in de regen in Nederland, is er niks aan de hand. Onderweg pak je een paar bergen, wordt het wat kouder. Nou, zet je die thermovoering erin. En wordt het ineens 20, 30 graden, dan is het ook geen probleem. Hou de thermovoering eruit, zet je de ventilatieritsen open en kan die heerlijk doorwaaien. Verstelmogelijkheden aan de zijkanten en protectie op de schouders en op de ellebogen. De prijs tot slot, normaal 229, maar wij hem ietsje goedkoper, waardoor die nu 206 euro is. Ben je op zoek naar een sportieve motorjas, maar heb je geen zin om die iedere dag in zo'n leren pak te hijsen? Dan is misschien de Vertex H2O wel iets voor jou, die ik even heb aangetrokken. Het is een textiele motorjas, dus hij zit wat comfortabeler. Daardoor is hij ook waterdicht, maar hij heeft wel die sportieve pasvorm. Hij is ook wat voorgevormd in de sportieve zithouding en sluit overal heel mooi strak aan. Wat we verder nog zien is dat hij bijvoorbeeld die gave externe sliders op de schouders heeft. En hij heeft natuurlijk ook gewoon protectie aan de binnenkant, op de ellebogen en op de schouders. En je kan er eventueel ook nog gewoon rugprotector inzetten. Aan de binnenkant zien we ook nog een uitneembare thermovoering. Dus hij is ook geschikt om met koudere dagen te dragen. En hij is ook wel geschikt om met warmere dagen te dragen, omdat hij aan de achterkant 2 grote ventilatiegaten heeft, waardoor er altijd voldoende frisse lucht is. De Vertex H2O is net nieuw in de collectie en de prijs zit iets boven de 200 euro, 219,99. Stel je bent op zoek naar iets dat er cool uitziet, zowel op de motor als naast de motor, maar wat wel voor bescherming zorgt. Ja, dan zou je kunnen kijken naar casual motorkleding. En ik heb nu casual motorkleding aan. Het is de Magna Quest, deze hoodie. En je zou het misschien niet zeggen, maar hij is volledig gevoerd met Kevlar, waardoor hij erg slijtvast is. En hij heeft protectie op de ellebogen en op de schouders, waardoor hij ook impact kan opvangen. Nou, verder ziet hij er gewoon mooi uit. Hij heeft een capuchon, hij zit comfortabel, hij heeft lekkere steekzakken.
Er zit aan de achterkant zit een lus waardoor die aan je riem kan, waardoor die niet omhoog gaat kruipen. Ja, dus eigenlijk is dit ideaal voor als je iets zoekt wat wel lekker zit en wat je even aan kan doen voor korte ritjes bijvoorbeeld door de stad, zodat je wel gewoon beschermd bent. Deze Magna Quest heeft een prijskaartje van €169, dus valt ook nog een stukje onder de €200. Afsluiten wil ik graag met deze Revit Torque. En wat hier bijzonder aan is, het is dat het een doorwaaijas is, maar het is wel een Nederlandse doorwaaijas eigenlijk. En hoe komt dat? Omdat deze jas voorzien is van een waterdichte voering. Ik zal het even laten zien. Als de jas openritst, dan zit hierachter een waterdichte jas, eigenlijk een mini-regenjas. En dat maakt het dat deze jas geschikt is voor echt warme dagen, dus 25 graden plus, omdat hij dat doorwaaimesh heeft, maar ook geschikt is voor het Hollandse wisselvallige weer. Dat kan natuurlijk ieder moment zomaar gaan regenen, ook als het gewoon 30 graden is. En daardoor komt deze regenvoering echt perfect tot zijn recht. Verder zien we dat hij in een opvallende camo kleur komt. Hij komt ook nog in een aantal andere kleuren, waardoor er dus genoeg keuze is. Je hebt heel veel mesh, heel veel doorwaaimateriaal, ook op de rug, volledige rug. Er kan een rugprotector in en standaard wordt hij geleverd met C-Smart protectie op de ellebogen en op de schouders. Je hebt al een doorwaaijas vanaf ongeveer €150. Deze zit daar iets boven, deze is €169. Ja, en dat komt eigenlijk door de regenvoering die erin zit. Tot zover mijn persoonlijke top 5 motorjassen rond de €200. Zoals je misschien ziet, we hebben natuurlijk veel meer motorjassen hier in de winkel in Amsterdam, maar ook op voordeelhelmen.nl. Dus neem gerust een kijkje. Ik zou zeggen, voor nu bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Dan blijf je ook op de hoogte van de volgende video's. En dan zie ik je graag de volgende keer.